En je ziet ook dat China steeds weer onder leiding van Xi Jinping meer territoriaal expansionistisch opstelt. India toe, met de clashes bij een grens, bij de Himalaya. Een Zuid-Chinese zee had het over gehad. Taiwan, ook met Japan over die Senkaku-eilanden. Filipijnen, waar de VS ja, afgelopen week is Filipijnen, ook van Kyrgyzstan of Kyrgyzije. Daar claimen ze ook een deel van. Dan de vraag bij mij is heeft het te maken als, of is het, wordt het ingezet als afleiding voor interne problemen? Of zien de Chinese bestuurders dit als een herstel van de eeuw van vernedering? Want we waren eerst zo'n grootse natie. Je gaf het zelf aan, we waren het Rijk van het Midden. Nou, we hebben gebieden moeten opofferen. En we hebben daar ook voor getekend, omdat we het moesten doen. Maar het is tijd om die gebieden weer terug te claimen. Is het echt dat? Of is het ook eerder van, nee, we gebruiken het als afleiding? Nee, ik geloof echt wel dat ze heel diep geloven dat wat er nu gaande is wat betreft hun expansie te maken heeft met het herstellen van de eer van vroeger. En dat het dus herstellen van deze historisch onrecht van die inderdaad eeuw van vernedering. Even heel kort, wat was dat ook alweer, de eeuw van vernedering? Nou, dat is eigenlijk de 100 jaar voordat de Chinese Communistische Partij aan de macht kwam. Dus dat was in 1949. Breed gezien is het de periode vanaf begin jaren 1840, toen de opiumoorlogen hebben plaatsgevonden tussen Groot-Brittannië en China. Wordt eigenlijk gezien als het begin echt van het westerse kolonialisme, dat China totaal uit elkaar is gerukt en zoveel veroorzaakt. En ja, die vernedering heeft dus 100 jaar lang geduurd, toen China's internationale macht totaal is afgebrokkeld. Niet alleen dat, maar zelfs interne soevereiniteit totaal onder de voet is gelopen door westerlingen. Dat is op zijn eind gekomen door de opkomst van het communisme en dat de communisten toen aan de macht zijn gekomen. Dus dat was 1949. Dus die eeuw is de eeuw van vernedering. Die is eigenlijk hersteld toen in 1949. Maar dit soort dingen, zoals meer territoriale zekerheid eigenlijk in de omgeving van China, is nog wel degelijk ook iets wat daarmee te maken heeft en wat nog hersteld dient te worden uit die tijd. Overigens is het wel heel creatief denken om te zeggen van dat de Zuid-Chinese zee vroeger bij China gehoord zou hebben. Is niet zo. Maar steggelen over die details is niet zo belangrijk. Belangrijk is dat in Beijing men dat gelooft. En men vindt dat dat weer hersteld moet worden. Ze hebben gewoon 9 lijnen getekend, toch? De 9 dash line noemen ze dat. Op de kaart. Op de kaart, ja. Dus een manier om te laten zien van dit hoort bij ons. Ja, het is bijzondere gewaarwording inderdaad. Dus ik soms ook wel eens denk dat af en toe ideologische keuzes slechts als rechtvaardiging gebruikt worden. En dat het eerder te maken heeft met de geopolitieke realiteit van de Oost-Chinese en de Zuid-Chinese zee. En dat zij misschien daarom wel gedwongen worden om te voorkomen dat zij uiteindelijk volledig afgesloten kunnen worden van verschillende toegangen tot de grotere oceanen. Heb je het idee dat de ideologie meer een publieke rechtvaardiging is van een geopolitieke strategie? Of dat het ook echt een oprecht geloof is? Ik zelf neig in alle eerlijkheid meer naar het eerste. Ik denk ik wederom dat het toch wel een combinatie is van de twee. Dat puur als je het vanuit Beijing bekijkt, de geografische situatie is natuurlijk heel erg ongunstig voor hen. Je noemt het wel de eerste eilandsetting. Dat eigenlijk helemaal van Zuid-Korea tot de Japanse eilanden, tot en met de Filipijnse eilanden, eigenlijk allemaal vanuit Chinese optiek gecontroleerd worden door de VS. Heel cru gezegd. Die hebben natuurlijk ook militaire aanwezigheid in die drie landen. En het daaruit breken is heel erg belangrijk voor de veiligheid van China, vinden zij. Dus dat is ook wel een aspect bijvoorbeeld van het feit dat ze Taiwan echt bij China willen voegen. Maar aan de andere kant is het ook wel degelijk zo dat het idee dat Taiwan bij China hoort en dat dat ook weer zo'n historische weeffout is die hersteld moet worden, zit wel heel erg diep op een manier die echt verder gaat dan alleen maar geopolitieke calculatie. Dus dat is een ideologische kernwaarde in China die echt breed gedeeld wordt ook door de bevolking. Dat hersteld moet worden. En dat zou zelfs zijn geweest als Taiwan niet al ook extreem op een extreem gunstige plek ligt in geopolitieke zin. Want het is ook zo van als we naar die eilandketting kijken, als China Taiwan in handen zou krijgen, zou dat in één keer doorbroken zijn eigenlijk. En hebben ze in één keer controle ook over grote stromen van zeehandel bijvoorbeeld. Dus het is echt een combinatie van beide. Zij zien Taiwan hoe Franse Straatsburg zien. Van dat hoort bij ons.
als het ware. Het zit echt nog wel wat dieper. Nog dieper. Dus je gaat aan dus de Chinese geopolitieke doelstelling zijn.